Ik ben Maaike Westra, 33 jaar en voorzitter van de NBA Jongprofs. Wij zijn de NBA Jongprofs en wat doen wij nou eigenlijk? Wij zijn een onafhankelijke schakel tussen de stakeholders in de accountancysector en de jonge generatie accountants. Ik ben Jeffrey Heerschop, 31 jaar en ik ben bestuurslid bij de NBA Jongprofs. Wie zijn wij? Wij zijn voor de jongprofs natuurlijk in de eerste instantie. En dat wil zeggen dat we proberen hun belangen te behartigen, maar ook gewoon vooruit te denken in de ontwikkelingen die ontstaan en komen. En hoe kunnen we daarin spelen? Dus voor de jongprofs met name. En voor het beroep, voor de accountancy. Het is belangrijk dat de NBA een eigen NBA Jongprofcommissie heeft. Omdat de jonge generatie de toekomst zijn van de accountancy sector. Met de belangrijkste thema's die spelen in de sector cultuur, ethiek en het beroepsprofiel. Daarom moeten wij als jonge generatie onze stem laten horen. En een van de dingen waar ik zelf heel druk ben geweest dit jaar is onder andere het Jongprof-onderzoek, waarin we naar Jongprofs gevraagd hebben met enquête en daar zijn interessante punten buiten gekomen. Maar ook zeker stakeholders, waarbij we bijvoorbeeld in mijn geval heel veel contact met de jong audit boards, waarbij we proberen om samen met z'n allen een soort statement te maken of goede dingen aan het licht te brengen of best practices te delen.